cameraman Nico Timmer en ik zijn in de auto naar Zeeuwarden gereisd, want daar woont op dit moment Willy Hillen. En wie in het zijk, en zeker van de oudere garde, kent Willy Hillen niet. We gaan met hem praten als gasten aan onze tafel. En als eerste ga ik natuurlijk vragen waar hij geboren is, in Winterswijk. Maar wanneer? Ik ben geboren in april, 22 april 1943, in Kotten. In Kotten? Op de Wieber in Kotten. Dat is een bekende naam, hè? Ja, daar wordt nu Toep, zeg maar, toneelspeld. Daar ben ik geboren. En op een gegeven moment ging je naar de Mesterweg. Ja, mijn vader die kocht de panden in 1947. En vanaf die tijd waren we dus eigenlijk op de Mesterweg. En dat was vroeger een bakkerij? Vroeger was het een bakkerij met een bakkerswinkel. En er was een klein cafeetje, zeg maar, waar ja, soms iemand een halve liter drinken. We hadden toen geen volledige vergunning. Mm-hmm. Dus verder was er eigenlijk niet veel. Nou is Café Hillen, bij een heleboel Winterswijken, zijn misschien wel verder buiten, bekend van de frikandellen. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, hoe is dat in zijn werk? Dat is wel een leuk verhaal eigenlijk. Mijn kameraad en ik die zijn toen we een jaar of 14, 15, 16, ik kan me niet zo goed meer herinneren, begonnen met friet te bakken, zaterdagsmiddags nadat de bakkerij, zeg maar, het werk gedaan was. En mijn kameraad die de aardappels, zeg maar, op zo'n appelbezietje en ik dan stampen en friet bakken. Werd er nog niet in Winterswijk echt patat verkocht? Ja, Berensen was er toen op de markt en dat was eigenlijk, en wij denk ik, en de peperbus had je toen ook al, dacht ik. Maar goed, jullie gingen zelf frietjes maken. Ja, dat was dat voor het weekend. Mm-hmm. Mijn moeder die vond het wel leuk om het weekend een beetje, de gasten die er waren, ook wat aan te bieden natuurlijk. En zo langzaam is dat gegroeid. En het werd steeds dus meer, dat er dus meer nodig was, gehaktbal en zo. En op een gegeven moment toen had ik met mijn vader ook nog eens frikandel maken. Want die kwam toen net op, bekend werd. Van uit Duitsland. Ja, de oorspronkelijke frikandel komt eigenlijk uit Duitsland. Een platgeslagen bal gehaakt met uien. Dat is eigenlijk de frikandel. Maar goed, wij dachten dus dat we dat in de lengte moesten maken. En dat was ook eigenlijk een beetje de voorbeeld van die fabrieksfrikandel. Maar wij maken dat dus van gehakt. En in de fabriek maken ze dat dus van allerlei andere afval wil ik niet zeggen. Het is natuurlijk allemaal goedgekeurd vlees, maar in ieder geval andere producten als wij. En wij maken dat van gehakt, half om half. Maar als je dat zo bakte, zeg maar, in de frituur, dat zag er eigenlijk niet uit. Hè? Vonden wij niet. En zo zijn we op het idee gekomen dat we dat ging paneren. Dus door de eiwit en door de paneer en dan bakken. En dan bleef het ook mooie vorm. Tevens hadden we een krokant korstje eraan en dat sloeg aan. Dat sloeg echt, waardoor we dus echt bekend werden. Ja, menigeen heeft zo'n ding wel bij Hillen gegeten. Ja, die elkaar nou heel wat gemaakt hebben al die tijd. Ik denk niet dat dat in een vrachtwagen kan, qua gehakt niet. Had je ook daar ook speciale kruiderijen bij? Ja, Verstegen kwam toen met, ook door die fabrieken natuurlijk, die frikandellen kruiden nodig hadden. En die maakten dus voor ons ook de kruiden. Dan moest je dan 100 kilo per keer afnemen. En een speciaal, we hadden dus met de vertegenwoordiger erover gehad. Nou, het komt nog een beetje meer van dit, het komt een beetje meer van dat. En ze zijn nog steeds onder de naam Hillen frikandellen te krijgen. Met een bepaald nummer. Hillen kruiden? Ja. Goed. Nou ja, je bent natuurlijk het meest bekend geworden in Winterswijk en verder buiten, ook in de wereld, door de schietsport. Ja. Hoe komt een jongeling ertoe om te gaan schieten? Ja, dat is ook weer een apart verhaal. Nou, vertelbaar. Ik deed eerst aan judo en daar ben ik door Arie Bal, zeg maar, de overbuurman bij ons, ben genomen een keer naar de judo. Nou, dat pakten wij ook wel goed aan. Maar na 2 jaar had ik al zoveel blessures dat mijn vader zei van, daar moet je mee stoppen, want anders gaat dat niet goed. Nee. Nou, daar was ik dus mee gestopt met de judo. En toen kwam de andere buurman die daarnaast woonde, oh, dan kun jij wel bij het schieten gaan. Dan ga je zondags. En leek je dat af? Nou ja, ik had dat wel eens met een buks geschoten natuurlijk. En dat leek me dus echt wel wat. Dus ik mee naar die club, zeg maar, destijds. In Flora schoot die toe. Die zijn later verhuisd naar ons toe.
En nou, dat pakte mij, ja, dat lag mij dus. En waar schoot je toen mee? Met luchtgeweer. Met luchtgeweer, met Cape Coral, zeg maar. Een cape, dat is een open vizier. Ja. Dat is een capeje. En een korreltje, zeg maar, voor op het wapen. En dan moest je dan op de 12 houden en dan ging dat goed. Nou, dat ging ons natuurlijk ook goed aan, maar zonder enige kennis, zeg maar, van hoe je dus moest staan en hoe je de trekkertechniek moest doen. Nou, daar heb ik me dus later in verdiept. Er waren ook wel in de Duits boeken van natuurlijk, die ik dan een beetje nalas. Zo ver dat ik toen een beetje Duits kon lezen natuurlijk. En nou, van de een kwam het andere. We gingen dus dinsdagavond schieten met diopter. En diopter is dus een gaatje, zeg maar, waar je door kijkt. En een ringkorreltje, maar het kan ook een paalkorrel zijn. Waar je dus op de, wel op, heel technisch hoor. Ja, wat op de roos is. In elk geval, dat paste mij ook. En op een gegeven moment, toen, ja, dan zoek je toch nog eens verder. En we kunnen ook nog wel eens met een vuurbox gaan schieten. Dat leek ons dus ook wel wat. Nou, wij naar Vassenveld, dat was de dichtbijzijnde vereniging. Waar we dus vuur konden schieten. Nou, we zijn een poosje lid geweest van Vassenveld in de jaren 70. Maar daar kon je alleen maar knielen schieten. En dat was, ja, dat was... Lijkt me moeilijk om zo lang ja, op knielen knie... is een moeilijke houding. Maar als je dus 60 schoten knielen moet schieten, dan heb je echt... Het eeltrouw. Het been wel in slaap, zeg maar. Nou, en toen zijn we eens een keer, mijn kameraad toen, die wist een skietvereniging in Duitsland. Daar zijn we allereerst eens naartoe gegaan. In Hunxe was dat. En in Hunxe kwamen wij met onze wapens natuurlijk. En daar wouden we gaan liggen trainen. En daarnaast stond een Duitser te schieten met een wapen. Nou, ja, dat leek ons meer en meer een stok als een wapen, maar in elk geval... Hij haalde de trekker over en er kwam zo'n enorme knal uit. Dat was dus een mauze van groot kaliber, zeg maar. Nou, ik kwam hard los van de Brits van schrik natuurlijk. En daar, hier kunnen we dus niet erin. Nee. Nog weer een andere vereniging gevonden. Dat was dan de SV Brunnen. In Brunnen zelfs. Een plaatsje van misschien 600 inwoners. Die dus een eigen skietbaan daar had van 14 skietpunten. En daar heb ik me eigenlijk goed kunnen ontwikkelen. Want ik raakte bekend dus met het bestuur en ik mocht dan op woensdagmiddag, om woensdag zaten we dicht, mocht ik daar trainen. En op zaterdag kon ik me ook wel eens vrijmaken en dan was ik echt wel tevreden. Ja, ze zijn wel, al dat trainen en zo, dan was het in die tijd nog niet zoveel. Maar je had wel de zaak, of ja, had jouw vader? Ja, mijn vader had hij toen nog. Ja, maar je moest daar wel helpen. Ja, zeker. Ik was in dienst bij mijn vader. Maar elk uurtje dat ik dus vrij kon maken, zeg maar. En zoals smiddags, dan van 3 tot 5 of zo, dan lag ik in de schuur droog te trainen. Wanneer is jullie eigen schietbaan er gekomen? Die is gebouwd in 76. Toen was je al heel beroemd. Ja, dat is eigenlijk na Montreal is dat eigenlijk gekomen. En, ja, daar gaan we het zo over hebben, hè, over die Olympische Spelen. Ja. Maar de aanloop daarnaartoe, want wanneer ben je met het echte schieten, zeg maar, begonnen? Met het vuurschieten ben ik begonnen in begin 1971. Ja. Toen zijn we een keer op bezoek geweest in Driebergen, waar dus een groepje was die dus ook internationaal meedeed. De Metsgroep heette dat destijds. En toen zijn we daar eens gaan kijken en al gauw, die hadden ook wel leden nodig natuurlijk, al gauw hebben we ons daarbij aangesloten. Ja. En nou dus, omdat wij dus staande een beetje meer onderleg waren als zeg maar de westeling die dus liggend en knielend scoorde, maar geen staand. Ja. Konden we dus met 3 houdingen al gauw zeg maar, in de top voor Nederland komen. Dat stelde natuurlijk niet veel voor op dat moment. Want in 72 was jouw eerste Olympische Spelen nog. In 72 was de dat eerste Olympische Spelen. Dat was wel heel snel dan. Ja, dat was zeker snel. Ja, ik had het mee, denk ik. Ik weet nog wel dat ik de eerste limiet moest schieten in het buitenland. En dat had ik gelijk al met de tweede wedstrijd al te pakken, de toplimiet. Van 5,96. Je kunt maximaal 600 schieten. 600 schieten, ja. En je moest een gemiddelde hebben van 5,93 en een top van 96 over 6 wedstrijden waarvan de 4 besten telden. Okay, nou, en dat lukte mij. Ja. En betekende dat en dat betekende, je dan na de Olympische Spelen? Maar vroeger was het nog zo dat 2 per land zich konden inschrijven, zeg maar, voor als het land de schutter afvaardigde. Dat de 2 per land mee kon doen. En in München deden dus ook 100 schutters mee. De hele baan lag vol. Er zijn 100 schietspunten in München. Ja. We hebben het München, noem je nu, 72. We hebben natuurlijk allemaal
herinneringen aan. Ja. Die vreselijke aanslag, wat heb je daarvan meegekregen? Ja, wij hebben daarvan meegekregen op het moment dat wij... Wij waren al klaar toen dat gebeurde. En we waren diezelfde avond, zeg maar daarvoor, waren we uitgenodigd door Telegraaf. Met Ben Pon en Erik Swinkels. En ik dan. En een keer in er was zo'n soort kermisgeschiedstandje gemaakt, zeg maar. En daar zouden wij dan een fotoshoot maken met dat wij daar scoren. Dan met een verhaaltje erachter en nou. Maar toen kwamen we dus s'nachts, misschien 2:00, 2:30 kwamen we pas thuis. En zo rond 4:00, 4:30 schijnt het begonnen te zijn. En toen zijn we rond 5:00 werden we wakker gemaakt van er is wat aan de hand in het dorp. Maar er was niet zo gek wel van ons vandaan. En toen zijn we daar weer eens kijken. Jullie gingen daar nou toe? Ja, we hebben ze ook zien lopen op die balustrade. Had je niet iets van blijf maar lekker hier? Nee. Wij wouden. Had je het geweer mee? Ja, wij waren misschien toen nog niet zo echt bewust van wat er eigenlijk aan de hand was. Nee, dat hoorde je later pas. Ja. Maar goed, die spelen zijn niet afgelast. Nee. Wat vond je daarvan? Ja, kijk, er zijn twee dingen natuurlijk. Ze hadden de spelen af kunnen lasten, maar dan kon je misschien nooit geen spelen meer houden, denk ik. Dat elke keer wat passeert. Niet laten intimideren. Nee. Ja. Dus Avery Brundage die zei dus ook, toen we moesten er op een bepaalde dag allemaal weer in het stadion komen, zeg maar. En die zei dus, the game must go on. Maar er waren wel mensen van de Nederlandse ploeg die daarom wel weggegaan zijn. Ja. Ze zijn enkele, is gebleven daar. Nee. Je bent daar redelijk hoog geëindigd. Ja, 17e plaats, zeg maar, gelijk een aantal punten als de 14e. Ja. Daar was ze van de 100 schutters. En de score was 5,95. Nou, dat was echt wel een sensatie. Dat was echt, toen. Voor Nederlandse schutter dus. Je hebt daar... Krijg je dan nog een soort medaille? Nee. Alleen 1, 2 en 3 krijgt de medaille. Geen diploma of wat dan ook. Nee, dat wel bij de eerste. Maar je hebt wel een heleboel van die... Ik heb een heleboel van het spul. Van die medailles. Ja. Ja, waar heb je die nou allemaal gewonnen? Wereldkampioenschappen, Europees? Nee, ik ben nooit geen wereldkampioen geweest. Ik ben nooit geen Europees kampioen. Wel goede plaatsen, zeg maar. Ik ben op een wereldkampioenschap 9e geweest en op een Europese kampioenschap ook 9e. Ook met luchtgeweer ben ik nog een keer 9e geweest in Innsbruck. Ja. Maar verder hebben we, wat was voor ons? Wij moesten altijd tegen dat oorsblok tegenaan, wat gewoon beroeps was. Ja. Dus je was, in het oorsblok was je spotter of je was, wat anders. Even nou, erbij. Heb je het over beroeps. Jullie waren natuurlijk amateurs. Die hield er ook financieel niks aan over. Nee, absoluut. Kostte alleen maar geld. Alleen maar geld. Want je moest zelf zorgen voor de kogels, je geweer. Alles, ja. En dat is nu anders, gelukkig. Want anders is het ook niet meer te doen natuurlijk. Maar toen in die dagen, we waren rein amateurs. 4 jaar later kwam Montreal. Ja. Moest je daar weer voor? Er was de toplimiet was hoger, was 5,97 en een gemiddelde van 5,95 dacht ik. Of 5,94, weet ik zo niet meer. Ja. Maar in ieder geval de top van 5,97. Maar daar waren de resultaten ietsje minder. Maar kwam dat weer door de Oostblok? Of hoe? Nee, allereerst waren dus de omstandigheden na München in Montreal totaal anders. Je moest door die poortjes, zeg maar. De controle was scherp. En als wij dan aan de schietbanen moesten we in zo'n Amerikaanse schoolbus zitten, zeg maar. Of in dit geval Canadees natuurlijk. Ja. Maar dan zat je met opgetrokken knieën zat je in die bus. 1,5 uur. En elke dag een andere route. Maar je had ook voor iemand met een stengel in de bus zitten en achter eentje. En een helikopter erboven. Dus zo ging dat was natuurlijk. En dat was bij elke sport? Alleen met schieten natuurlijk. Met schieten. Omdat dus wij de wapens, die dus in het dorp toen opgeslagen werden. In München had je nog zo onder het bed liggen, bij wijze van spreken. Dan werden ze apart, bewaakt, zeg maar. Munitie wat op zichzelf niet erg is, dat is nu nog steeds. Ja. Dat is niet zo erg, maar je doet aan sport. Maar heeft dat indruk gemaakt allemaal? Ja, voor mij. Ik denk niet dat zo direct de wat prestatie je was. Dan? 5,81, dat weet ik nog wel. Maar we hadden de windkracht 8,9.
En als dat is in de buitenlucht? Ja, dat is gewoon buiten. Okay. Dat is niet binnen, dat is gewoon buiten in de open lucht. En het waaide die dag zo hard dat de vlaggen, die scheurden was van de mast af. Dat werden allemaal afgeruimd. Ja. En je moet je voorstellen, wanneer dus harde wind is, je zijwind hebt bijvoorbeeld, en je rijdt met je auto over de autobaan, en hij stuur loslaat, dan ben je zo van de weg af. Kijk, en dezelfde effect heeft dus de wind op de kogel ook. Ja. Maar dat moet je dus in kunnen schatten. Maar even nog, het is 50 meter, hè, ja, waar je, 50 meter, wat ja. je moest schieten. Ja. Een klein kaliber. Ja. Dus over 50 meter kan die heel wat wind vangen. Ja, zeker. Ja. En daar ook, dan heb je af en toe, je wacht de wind wel een beetje af. Of je houdt er rekening mee dat je een beetje zeg maar scheef aanversiert, laat ik dat zo zeggen. Ja. Makkelijk uitgedrukt. En, maar ja, daar is, het was een draaiwind, zeg maar. Dus, dan kwam die dan van die kant en dan staan vlaggetjes in de baan waar je dus op kunt oriënteren. Even wat anders. Dat waren twee Olympische Spelen waar je als deelnemer bij was. Daarna nog drie als coach. Als coach, team. Ja. Tegenwoordig staat de kranten vol bij wat voor sport onderhand ook over doping. Ja. Hadden jullie controles? Want nu is dat wel, hè? Nee, we hadden in 72 niet, 76 niet. Dus eigenlijk na Moskou, denk ik, pas eigenlijk Moskou pas ingevoerd. Moskou was in 1980. Ja. Toen is dat wel begonnen. Toen is dat waarschijnlijk wel begonnen. Dat weet ik niet zeker, maar toen is er wel... En denk je dat doping gebruikt werd in jouw tijd? Ja, zeker wel. Daar wil ik eigenlijk wel bewijzen van, ja. Ja? Ja. De Hongaren bijvoorbeeld, met een Hongaar had ik een gesprek. Omdat hij vroeg mij om een vuurtje en zijn handen die beven zo, dat denk, die kan het ding nooit stilhouden. Maar toen vroeg ik hem dat. Dan kreeg ik een tabletje van hem en toen zei hij, moet je dat maar eens pakken. Maar ik heb het niet gepakt, ik heb het laten onderzoeken. Hè. Ik heb, en dat bleek dus een beta-blokker te zijn. Beta-blokker, ja. En dan ga je beter schieten. Nou ja, de beta-blokken werkt zo dat de emoties zeg maar een beetje gedempt worden en niet op je hartslag. Dus de hartslag blijft mooi normaal rustig. Nou, dan hebben we de Olympische Spelen gehad. Daarna werd je coach van het Nederlands team. Dat was in 1978. 78 bij Luggeweer, ja. Had je genoeg van het sporten zelf? Of was het zo van, nou ja, ik vind het wel goed? Nou nee, er was op dat moment was er dus eigenlijk niemand die als coach optrad. En ik had dus met Erik Swinkels, die dus een medaille scoort in Montreal, die werd dus tweede. Ja. En daar heb ik dus eigenlijk een beetje aan meegeholpen, laat ik dat zo zeggen. Ik heb hem dus een beetje begeleid toen, omdat we hadden naar aanleiding van het filmen van de eigenlijke begeleider die er toen bij was. Het was geen coach, maar dat was gewoon een begeleider. Mm-hmm. Die was in Dorp aan het filmen terwijl we hem nodig hadden. Dus daar is hij dus s'avonds een beetje kwaad over geworden. En dan zeg ik, kom bij mij niet meer op de schietbaan, want dan wil ik je niet meer zien. Hey, wat, dan die nam was... jij een beetje... En toen toen zeggen Erik, dan moet Willy mij maar helpen, want dan doen we er wel met z'n bijen. Nou, en dat levert dus een... Dus je hebt eigenlijk een halve zilveren medaille. Ja. Ik weet niet of de koorts zover. Maar in elk geval, ik heb hem dus... ik was toen erg met de techniek bezig. En ik heb hem dus heel maar tussen de schoten door. Want hij rookte toen. En dan kwam hij naar de zijkant van de baan. En dan even trek je. En dan, ik liep heel de tijd bij die sigaretten langs die baan heen. Hè. En dan zei ik, ja, ik denk dat je de techniek en dit. En dan een beetje motiveren natuurlijk. Ja. En nou, dat ging hartstikke goed. Tot twee scoren voor het einde. In de barrage, twee scoren voor het einde. Toen kreeg de Tsjechische coach, die ging protest indienen. Omdat ik steeds daar naar hem toe kwam. En dat hij dan een trek aan een sigaretje deed. Dat mocht niet? Nee, en toen had Erik dat niet door. En op een gegeven moment had hij zijn derde schot voorlaatst gedaan. En toen was hij mij kwijt natuurlijk, want ik stond in het publiek. Dan kon hij mij niet... En daar raakte hij eigenlijk een beetje van de slag uit. En anders had hij misschien goud gehad. En volgende schot was mis. Dat weet je niet natuurlijk, maar... Dat was dus toen. Maar hij had een zilveren medaille en nou, dat was feest natuurlijk. En toen ben je dus echt officieel coach geworden?
naar aanleiding van, met, nou, dan moet je maar coach worden, dat ligt jou wel. En nou ja, dan ga je erover nadenken. En, ja. Maar kon je dat zonder, met de kennis die je al had, kon je dat doen? Of heb je nee, ik heb wel opleiding gedaan in Duitsland, zeg maar tot A-trainer. Dat is de hoogste trainersdiploma die je kunt maken. Buiten de universiteit, maar ja, daar had ik helemaal geen tijd voor. En, ook waarschijnlijk de kennis niet voor, maar dan gaat het veel, veel verder dan ook. Hè. En wat waren de resultaten van jou als coach met je nou, met als coach heb ik dus met Johnny Slobbo in Winterswijk derde plaats gehaald op de Europese kampioenschap. Hij heeft ook op de wereldkampioenschap een juniorrecord geschoten. We hebben met Jolanda Swinkels, geen familie van Erik, in Moskou derde plaats met de dames gehaald. En dan ja, steeds bij de eerste 10 en op 2 wereldcups. Maar dat was ook een Nederlands team, zeg maar. Ja. Ik had toen 14 schutters bij Luchtgeweer en zo rond 12 schutters bij Kleinkliebe. Dus ik had zo'n 26 personen, zeg maar. Hoe was dat nou om zoveel te reizen in die jaren? Ja, je bent toch overal geweest? Ja, in het begin is dat natuurlijk prachtig. En vooral als je een nieuw land bezoekt, dan denk je naar de Gouden Dame toe. Maar uiteindelijk, wat heb je eigenlijk gezien van alles? Dat is hotels en skietbaan. Ja. Want vaak had je geen tijd. Je ging er naartoe, dan moet je de training verzorgen. Dus, en als je dus klaar bent, dan ben je de volgende dag. Dan gaat het vliegtuig of gaat de bus en dan ben je weer weg. Vaak reden wij ook zelf met een busje door Europa. En was je chauffeur. Wat was, als je zo terug te kijken, nou het mooiste? Wat heeft het meeste indruk gemaakt? Ja, in feite je eerste Olympische Spelen, afgezien van wat er gebeurd is natuurlijk in 2002. Maar zo'n intocht met zo'n hele ploeg, daar word je echt, daar kijk ik er wel van. Hè. Dat is echt prachtig. Heel vol stadion. Ja. Die willen niet winnen, zo mooi. Ja. Kijk, de tweede keer in Montreal was het natuurlijk, maar het was toch anders. Maar dat had weer te maken met München natuurlijk. Ja, in 84 Los Angeles was ook weer prachtig vanwege, ja, die hebben natuurlijk filmachtergronden, zeg maar. Dus dat werd shows, onvoorstelbaar, zo mooi. Ja. Film komen we straks nog even op terug. Ook nog. Ja. Goed, we hebben de schietcarrière eigenlijk nu zo'n beetje behandeld, want je bent ermee gestopt in 96. 96, ja. Met het coachen. Ja, in 96 was dat dus afgelopen als bondscoach, zeg maar. Ja, ik ben toen in 96 gestopt, omdat ik vond dat ik eigenlijk in de situatie die we dus toen destijds hadden, zeg maar, het Oostblok viel uiteen, zeg maar. Dus je had niet meer met één Rusland te doen, maar er kwamen er zo een stuk of 10, 15 landen bij. Ja. He, dus, en daar zaten ook al die schutters die vroeger in de Russische kernploeg zaten. Die zaten ook als toppers, zeg maar, in dus die verschillende. Je kreeg heel veel oorspronkelijke landen. We gingen van 32 naar iets van in de 40 landen gingen we toe. Ja. Nou, wij waren eigenlijk al achterop, zeg maar, voor wat betreft training en dergelijke. Dus je kreeg steeds meer te doen. Dus heb ik voorgesteld bij de bond om daar, zien of we mensen in dienst kregen. Om die dan te laten schieten, bijvoorbeeld voor een x-aantal uren per dag. Niet helemaal fulltime, maar bijvoorbeeld laten werken 's morgens van 8 tot 's middags 2 en daarna de training oppakken. Dus zo'n semi-prof? Zo'n semi-prof, ja. Maar ja, daar had de KNS eigenlijk geld voor en dan was dit niet, dan was dus niet. Ja, wat doe je dan? Dan weeg je op een gegeven moment. We hebben dus in 96 ook die Olympische Spelen gemist. Doordat mijn schutter, zeg maar, die het waar moest maken. Die werd 10e met hetzelfde aantal punten als de 8e. Maar hij werd niet voorgedragen door de KNSA. Nee, toen ging Erik Swinkels, omdat hij voor de 6e keer zou gaan. Geen limiet had, zeg maar, eigenlijk. Die werd toen aangewezen. Nou, daar heb ik me een beetje over geërgerd. Dus dan ga je afvragen, wat doe je dus in de toekomst? Ja, de zaak werd ook steeds drukker, dus daar moest je ook aan denken natuurlijk. Nog meer personeel in dienst nemen of zelf terugkomen. Nou, toen heb ik besloten om te stoppen. Na 18 jaar vond ik het eigenlijk wel een beetje, ja, je werd langzaam moe, hè. Moe van al die reizen die je op dezelfde plekken doet. Ja. Dus dat ken je dus allemaal wel een beetje. Ja. En toen ben ik begonnen weer, zeg maar, om mijn zaken een beetje op te krikken. En nog meer ideetjes.
ben toen begonnen met speerreeps die ik zelf een beetje afgekeken heb in Amerika van daar. En dan zelf een receptje voor gemaakt heb en zo. Die werden daar ook bekend, zeg maar. Mm-hmm. Onze snitters waren dus al bekend. Nou, meer soorten snitters maken en nou ja, al zulke dingen. Dus ik had binnen een half jaar, had ik wat ik bij de kaderzaak kreeg, had ik al lang weer terugverdiend aan de meer omzet. Dat liep goed bij de zaak. Ja. Maar daarnaast hield je je nog bezig met dingen met de schietsport? Ja, helemaal op dat moment niet. Jawel, ze kregen natuurlijk in de gaten, de vereniging, dat ik dus meer tijd had. Dus ik ging wel eens een keer regelmatig naar een vereniging toe die mij om te trainen. Daarnaast kon ik ook weer iets meer doen aan de artikelen die ik destijds toen ook al verkocht. Aan de skisportartikelen waar ik dus nu eigenlijk nog aan als hobby nog eigenlijk een beetje bij doe. Ja. Nou, ben je gestopt in welk jaar in Winterswijk met het café? In 2009. 2009, dat is niet zo lang geleden. Je hebt het verhuurd. Ja. En toen ben je verhuisd. Toen ben ik verhuisd naar Zeeuwent. Ja, waarom? Ja, iedereen vraagt zich... Waarom moet je nou in Zeeuwent? Dat zei iedereen. Ja. Dus mijn vrouw Liva die vond dit op internet, dit pand waar we nu in zitten. Maar moest je woonden daar, hè? Ja, wij woonden daarboven in Winterswijk, dus we moesten binnen 14 dagen vertrekken. Omdat die mensen, die hadden hun huis verkocht, die hadden geen huis, die leefden dus in een caravan. Mm-hmm. Dus binnen 14 dagen moesten we eruit. En toen waren we dus bezig om dit pand te kopen. Dat was eigenlijk nog niet helemaal zeker, maar in ieder geval... Was er in Winterswijk niks? Jawel, er was wel, maar kijk, als ik dus dezelfde ruimte die ik in dit pand heb, moest in Winterswijk moest zoeken, waren mooie huizen genoeg, maar dan moest ik er wat bij zetten, zeg maar, dan moest je een schuur... Dit pand, want je hebt ons ook straks al een voorafgaande aan het spreken, een kleine rondleiding gegeven. Ja. Die hele aanbouw, dat was er al. Dat was al. We hebben hier niks gedaan, als alleen maar schilderen, in feite. Dus ja, niks. En die schietbaan ingebouwd, denk ik. Ja, dat die er al was. Nee, de schietbaan was er niet. Die kelderruimte bestond wel in die vorm. We hebben daar een luikje in gemaakt waar dus zeg maar die touwtjes doorheen lopen en waar je dus doorheen kunt schieten. En dat is eigenlijk alles. Dus alles was eigenlijk zo aanwezig. En dat, nou ja, dat slaagde ons, hè. Ja. Heb je dit gekocht? Dit hebben we gekocht, ja. Nou goed, het staat hier vol. Dus dit is jouw afdeling waar we nu zitten. Ja, ja. Het staat hier vol met kasten met... Ja, god, soms misschien prularia, maar ook hele waardevolle dingen. Het huis is ernaar. Hè? Ja, ik bedoel, alles is, is klaar. En hoe bevalt dat nou hier? Dat bevalt uitstekend. Ook in Zeeuwent? Ook in Zeeuwent. We hebben een prachtige buren. We gaan er heel goed mee om. En over en weer hebben we er veel lol aan. Af en toe een keer etentje met elkaar en zo. We gaan een paar keer fietsen in het jaar met elkaar. Nou, echt, ja, je geniet echt van dat je nu met pensioen bent, laat ik dat zo zeggen. Ja, maar in dat pensioen doe je dus nog een heleboel voor de schutters, zeg maar. Ja. Die komen bij jou om wat te laten testen. Wat? De luchtgeweerkogeltjes testen we hier. En dan komen ze van heinde ver, van Rotterdam of Leeuwarden of door het hele land komen ze terug. Er is bijna niemand in Nederland dan. Ja, er is nog één in Staphorst die dat doet. En, maar, ja, een bepaald merk heb ik, wat dus een beetje aanslaat, zeg maar, in de internationale. En nou, die vertegenwoordig ik dan. Je verkoopt ze ook? Ik verkoop ze ook, ja. Je verkoopt ze en test ze uit? Ja. Kijk, zo heb ik nog een beetje aanspraak met schutters. En ik geef ook nog trainingen bij verenigingen. Ik heb onder andere twee groepen, één in Barneveld en één in Hengelo Gelderland. Dus ik heb nog zo'n beetje 24 schutters die ik nog train. Had het straks over Los Angeles. Ja. En toen had je het over film en filmstad. Ook dat is een hobby van jou, filmen. Ja, eigenlijk vanaf de single 8 of de super 8 cameraatjes. Super 8 camera. Ja. Okay. Zo is dat begonnen. Ja. Maar wat film je zoal? Ja, ik had natuurlijk niet zo heel veel tijd. Het meeste ervaring bij filmen heb ik denk ik opgedaan door mijn schutters te filmen, zeg maar. Om hun te laten zien waar ze mee bezig zijn, hoe ze liggen, hoe ze staan, hoe ze knielen. Omdat dan wordt het misschien een beetje technisch. In verband met de visualisatie die dus een schutter voor zichzelf moet doen om te zien hoe hij zit, hoe hij ligt. Die laat het in elk geval terugzien. Ja,
En dan ben ik gek op een beetje in de natuurfilm natuurlijk. En een paar bruiloften zo van vrienden en kennissen heb ik gefilmd. Maar je hebt wel alle apparatuur in huis. Ja, het is een uit de hand gelopen hobby. En monteren, ook dat vind ik leuk werk. En als ik dan met de skisport niks te doen heb, dan zit ik in mijn kamertje om het... op een andere locatie. Ja, dat is een andere locatie, ja. Ben je wel eens bij beneden gewoon in de kamer? Ik ben ook zeker veel in de kamer, ja, s'avonds televisie kijken. Hè. Dus, Nou, we hebben denk ik zo'n beetje jouw hele leven besproken. Ja. Als je terugkijkt, wat vind je nou? Een voorrecht? Dat denk ik wel, ja. Ja, door de skisport heb ik veel gezien van de wereld. Al is het aan hotels en skibanen. Ook heb je natuurlijk wel af en toe een keer vrije tijd gehad. Dat je dus is bijvoorbeeld Korea, waar ik dus 7 weken geweest ben. 4 weken voor de valide als coach en 3 weken voor de invalide. En tussendoor had ik 4 dagen tijd. Mm-hmm. Wat heb ik toen gedaan? Ik ben gewoon naar huis gevlogen. Met de ploeg weer mee naar huis en ik ben met de andere ploeg weer mee terug. En in die tijd heb ik dus alleen maar frikandellen gemaakt, 's nachts. Want ik wou dus zeg maar in het ritme blijven van de omstandigheden daar in Korea. Dus je wilde niet gewoon die 4 dagen daar blijven? Nee. En het was misschien wel goed ook, want alle frikandellen waren op. Dus ik moest even 3 weken. Ik kon niet wel anders die frikandellen maken? Nee. Had je dat niet? Nee, dan kwam het goede model niet eruit. Ja, dat is door de loop der jaren heeft er zoveel handigheid in natuurlijk, dat je dat doe je met de ogen dicht. En ook tijdens de frikandellen kun je veel tijd van nadenken over het schieten, over de schutters, ja. over dit en wat mijn keer blijft. Het blijft het hele leven, blijft dat door je hoofd gaan, het absoluut. Schieten. Dat is echt een passie, hè? Ja, ik zie het. Ja. Bijna ontroerd ervan. Ja, echt? Ja. Sorry. Dat is mooi. Nou ja, dan heeft het je toch ook heel veel gedaan en heel dat veel ja. gebracht. Willy, bedankt voor dit gesprek. Niks te danken. Dat we hier thuis mochten komen. En kom je nog eens in Wenswijk? Ja, zeker. Ja? Ja, okay. Veel. Mooi. Dankjewel. Oké. Okay.